الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن شاء الله تعالى gaan we de komende 30 à 40 minuten hebben over twee hoofdstukken uit de Koran, twee soer die een ieder van ons kent. Namelijk Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq en Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Voordat ik een start maak aan het proberen wat zaken omtrent van die sora mee te geven en iets van het tafsir mee te geven, leek het me handig om te beginnen met een introductie over ten eerste het belang van de Koran, maar ook de houding die wij moeten hebben tegenover de Koran. Ik zal proberen deze introductie niet langer dan 10 minuten te maken. We zien namelijk dat wij als gemeenschap in geheel en wij als individuen ver staan van de Koran. En dan hoeft dat niet eens te zijn omdat wij hem niet reciteren of omdat we hem niet thuis hebben of omdat we er niet in geloven, maar omdat wij de Koran niet zijn recht geven. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons in de Koran: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Hij zegt: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Dus Allah zegt tegen de profeet alayhi salatu wassalam: we hebben een gezegend boek aan jou geopenbaard. Maar met welk doel? Om de muren te versieren? Om deze slechts te reciteren en het hart niet te laten bereiken? Nee, liyadabbaru ayati. Zodat zij deze zullen overpeinzen. Zodat zij gaan nadenken over de Koran. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Zodat degene met verstand er lering uit zullen trekken. Dit vers leert ons heel goed waarvoor dit gezegende boek, de Koran, aan ons als gemeenschap is gegeven. Namelijk dat we die gaan overpeinzen. Dat we bij die verzen stil gaan staan. En zoals ik net zei, het reciteren alleen is niet voldoende. Een ander vers, wat hierbij heel duidelijk is, en waarbij de geleerden bij de uitleg heel duidelijk hebben te kennen gegeven wat het doel is achter de Koran, zijn de woorden van Allah, waarin hij zegt: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Allah vertelt ons dat de profeet alayhi salatu wassalam zijn beklag deed bij Allah: Ya Rabbi, inna qawmi, mijn volk, heeft deze Koran verlaten. En dit vers is neergedaald toen de profeet alayhi salatu wassalam kwam met de openbaring en Quraysh, het volk in Mekka, deze niet wilde accepteren. Ze luisterden niet naar de Koran, wilden er niet in geloven. Dus dat is het verlaten van de Koran. En nu kan een ieder van ons als moslim zijnde denken: ja, dan is het verlaten van de Koran niet op mij van toepassing. Want anders dan Abu Jahl geloof ik in de Koran. Anders dan Abu Jahl zet ik de Koran aan en luister ernaar. Maar wat zei Ibn al-Qayyim? Heel mooi bij dit vers. Hij zei al-Hujran, dus het verlaten van de Koran. En luister goed naar deze woorden. Het verlaten van de Koran kent gradaties. En in de eerste plek, het niet geloven en het niet luisteren daarnaar. Daar hebben we het net over gehad. Dat zijn dus de ongelovigen ten tijde van de profeet alayhi salatu wassalam of daarna. Maar wat zei hij nog meer? Hij zei ook: het niet naar handelen, naar zijn halal en zijn haram, is een vorm van verlaten daarvan. Al reciteer je hem. Dus al reciteer jij de Koran, maar handel jij niet naar datgene wat erin staat. Dus als er iets staat met betrekking tot dat het haram is en je doet dat, en er staat iets wat verplicht is en je doet dat niet, dan heb jij ook een gedeelte van dit vers op jou, namelijk dat je de Koran hebt verlaten. En op het moment dat jij er niet mee oordeelt, tussen wie dan ook, dus met de regelgeving van de Koran, dan heb jij ook een aandeel in deze verlating, namelijk dat je de Koran hebt verlaten. En als jij hem niet overpeinst en niet begrijpt wat ermee wordt bedoeld, dan heb jij ook de Koran verlaten. En als laatste, dat jij er niet je gezondheid en de ruqya mee verricht, dus de genezing mee zoekt, dan heb jij ook een aandeel in het verlaten van de Koran. Ik wil het niet te technisch maken, maar waar het op neerkomt, is dat het verlaten van de Koran dus niet alleen is, je reciteert hem niet, of je kent hem niet uit je hoofd. Nee, het verlaten van de Koran kent allerlei gradaties. En bovenal dat wij hem niet kennen en een nieuwsgierigheid erna hebben om deze te overpeinzen.
Want als we kijken naar hoe de profeet alayhi salatu wassalam en de metgezellen waren met betrekking tot de Koran, is dat een hele andere beleving. Bijvoorbeeld de profeet alayhi salatu wassalam, waarover Aisha radiyallahu anha zei, kana khuluquhu al-Qur'an. Zijn gedrag was de Koran. Dus letterlijk, als je kijkt naar het gedrag van de profeet alayhi salatu wassalam, dan zag je de regelgeving van de Koran daarin terug. Zijn omgangsvormen was aan de hand van datgene wat de Koran had voorgeschreven. Oftewel, hij vertaalde de Koran naar de werkelijkheid. Hij handelde daarmee. Hij deed er iets mee. En als je kijkt naar wat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bijvoorbeeld zegt. Die zegt van, als jij hoort, ja eyyuhalladhina amanu in de Koran. En die horen we heel vaak. Tijdens tarawih, tijdens recitaties, tijdens allerlei andere versen. Hij zegt, dan moet jij je oren spitten. Of spitsen. Dat jij weet van, er komt nu... En ofwel een opdracht wat Allah ons geeft aan, of iets wat hij ons verbiedt. Oftewel, als de Koran wordt gereciteerd, luister dan met aandacht. En Umar radiyallahu anhu, waarvan wordt verhaald dat hij op een gegeven moment een vers hoorde, wat vermanend van aard was. En dat dat zo bij hem binnenkwam, dat hij een aantal dagen ziek thuis bleef. Vanwege datgene wat die Koran met hem deed. En de voorbeelden van wat het met de sahaba deed aan en de zelf die daarna kwamen, wat de Koran met hun deed, op het moment dat zij die binnenlieten. Op het moment dat die de harten bereikten. Maar een aantal praktische adviezen hoe wij zelf deze Koran meer invulling kunnen geven in ons leven. Wat een heel mooi voorbeeld wat Sheikh Nasir al-Omar bijvoorbeeld geeft. Hij zegt, iemand die de Koran reciteert... Die moet de houding hebben, en luister naar deze woorden, die moet de houding hebben van iemand die op zoek is naar een schat. Waarom? Op het moment dat jij ervan overtuigd bent dat de Koran het woord is van Allah. Maar dat jij ook van overtuigd bent dat in deze Koran al jouw oplossingen zitten. Al jouw oplossingen voor jouw wereldse problemen en jouw zaken met betrekking tot de namaz. Dat jouw geluk en verdriet hierin te vinden is. Dat alle oplossingen voor alles wat jij zoekt terug te vinden is in deze Koran. Hij zei dan, is zo'n persoon als hij de Koran hoort of aan het reciteren is. Constant aan het kijken en aan het zoeken om die schatten eruit te halen. Totdat hij het vindt en zegt, wajadtuha, wajadtuha, ik heb het gevonden, ik heb het gevonden. Dus constant dat hij als het ware goud aan het zoeken is en constant weet van het zit hier vol met goud. Het is alleen zo dat ik er energie in moet steken om dit eruit te kunnen halen. Wetende, mijn leiding zit hierin. Mijn geluk zit terug te vinden in deze Koran. En wat een van de andere mesjeeg aangaf. En die had het over hoe wij omgaan met de Koran. En het feit dat de meesten van ons de Koran niet kennen. En tenminste, als ik zeg niet kennen, is dat wij hem niet begrijpen. En dat wij niet de moeite nemen en de stappen zetten om bijvoorbeeld een gedeelte van het Arabisch te leren. En als we dat niet kunnen, dat we op zijn minst op zoek gaan naar vertalingen en uitleg daarvan. Dus dat wij er genoegen mee nemen, luister naar dit, dat wij er genoegen mee nemen om heel ons leven de Koran te horen, zonder dat wij de moeite nemen om te kijken wat zit er achter aan betekenissen. Wat zit er allemaal aan leiding? Hudan linnas, wat Allah zegt over de Koran. Leiding voor de mensen. Maar dat we niet op zoek gaan van, oké, hoe kan ik die eruit halen? Hij zei, die zijn te vergelijken. Dus die vergelijking die de sheikh maakt. Hij zei, deze mensen zijn te vergelijken als een groep mensen die op een universiteit zitten. En je kunt het al voorstellen. Collegebanken helemaal vol. En de docent, bedenk maar nu hier, Erasmus Universiteit. En dat je ziet, hun leraar, hun professor, doseert uit een Chinees boek. En hij blijft maar vertellen en blijft voorlezen uit dat boek wat geheel Chinees is. Als jij aan het eind van het schooljaar naar hun toe zou gaan, hij zou zeggen, wat mooi, jullie beheersen allemaal de Chinese taal, want jullie hebben heel het jaar daarin les gevolgd. En als iemand dan zou zeggen, geen enkele van ons beheerst een letter Chinees. Oftewel, we hebben heel het... jaar hebben we lopen luisteren, maar begrepen hebben we niet. We hebben puur geluisterd. Hij zei, dan zou dat het verstand zou dat niet accepteren. Die zou zeggen, deze mensen houden zichzelf voor de gek. En begrijp me niet verkeerd. Het reciteren van de Koran zonder dat jij hem begrijpt, is op zich al een daad van aanbidding. En word je voor beloond. En er zit er wel rakken in. Maar als we het hebben over dat de Koran... daadwerkelijk jouw leiding is, dan moet jij op zoek gaan naar het overpeinzen van deze Koran.
en geen andere weg daartoe zonder dat jij de betekenissen daarvan kent. En een van de zaken daarvan is dat jij het tafsir behandelt. Dat jij minimaal datgene wat jij al kent aan de Koran, dus wat jij al hebt gememoriseerd, of dat nou juz'amma is, hizb sabbih, of meer inshallah ta'ala, dat jij op zoek gaat van oké, wat betekenen die woorden? Dat je, als jij in het gebed staat, dat jij iets proeft van het gewicht van deze woorden, maar ook dat je er leiding uit kunt halen. Dus dat zou een eerste stap moeten zijn voor een persoon met betrekking tot de Koran. En om die reden leek het mij dus geschikt om te beginnen met een tweetal hoofdstukken die in ieder van ons kennen. Namelijk Qul a'udu bi rabbil falaq en Qul a'udu bi rabbin nas. Nu moet ik zeggen, heel veel mensen zullen het gevoel hebben van Qul a'udu bi rabbil falaq, Qul a'udu bi rabbin nas. Vrij duidelijk, een aantal versen, de ene heeft 5 versen, de andere heeft 6 versen. Valt niet heel over te vertellen. Als ik je zou zeggen dat er uren of zelfs meer over gesproken kan worden en is gedaan door de geleerden, waarin ze prachtige, prachtige leerstellingen hieruit hebben gehaald. En wat ik ga proberen, inshallah ta'ala, doen, is een aantal van deze mee te geven. Om te laten zien hoe diep de wortels en de betekenissen in deze Koran zijn. We beginnen met de hoofdstuk Qul a'udu bi rabbil falaq. En zoals ieder van jullie weet als introductie hierop, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons leven niet vrijgesteld van moeilijkheden. Oftewel, ieder van ons heeft te maken met moeilijkheden. Maar Allah heeft uit zijn genade en wijsheid, heeft hij ons ook onder andere adhkar gegeven en Koranverzen die als genezing kunnen dienen. Dus Allah heeft ons vormen van adhkar, lofuitingen. En vormen of gedeeltes van de Koran geven of de Koran op zich als geheel, die als genezing kunnen dienen op het moment dat iemand daarmee te maken heeft. En een van het beste waarmee iemand zichzelf en genezing kan zoeken, is middels deze twee soorten. De profeet alayhi salatu wassalam zegt bijvoorbeeld, Ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun, kul a'udu bi rabbil falaq, kul a'udu bi rabbin nas. De profeet alayhi salatu wassalam zegt, zal ik jou vertellen wat het beste is waarmee iemand bescherming zoekt? Kul a'udu bi rabbil falaq en kul a'udu bi rabbin nas. En de profeet alayhi salatu wassalam had bijvoorbeeld, zoals Aisha vertelt, dat als hij ergens last van had, dus hij had hoofdpijn, hij had koorts, of iets met betrekking tot sihr, dan gebruikte hij deze twee soar om over zichzelf te reciteren. En dat is op zich voor heel veel mensen onbekend. Heel veel mensen hebben het gevoel dat als we het hebben over Koran en Adhkar, dat puur een bescherming is tegen al-ayn, tegen sihr en zulke zaken. Dus niet tastbaar. En ze denken dat als je hoofdpijn hebt, of je hebt koorts, of je bent ziek, of een andere vorm van ziekte, hoe ernstig ook, dat Koran en Adhkar daar niets tegen kunnen doen. Nee. Deze suar en deze Koran op zich is een shifa op zich. Zoals de profeet alayhi salatu wassalam bijvoorbeeld aangeeft. Hij zegt, als je 3 keer deze soor leest, dus 3 keer kul a'udu bi rabbil falaq en 3 keer kul a'udu bi rabbin nas, zegt hij, takfika min kulli shay. Het zal je tegen alles beschermen. Tegen alle vormen van slechtheden zal het je beschermen. Dit kort als introductie. Dan de vraag, wanneer en naar aanleiding van wat zijn deze twee hoofdstukken geopenbaard? Dus dat, wat is de sebab nuzul? Zoals de geleerd zeggen, wat is de aanleiding dat het is geopenbaard? En zoals de geleerden aangeven, is als we kijken naar de Koran, dan is dat op te delen in 2 categorieën. Als we het hebben over dit onderwerp. Namelijk een gedeelte van de soor, van de hoofdstukken, die zonder aanleiding zijn geopenbaard. Dus heeft Allah geopenbaard zonder dat er direct een aanleiding was. En een andere gedeelte, dus een aantal andere hoofdstukken binnen de Koran, zijn geopenbaard naar aanleiding van een sebab, van een reden. Dus er was iets gebeurd. Er is iets gezegd. Er is iets gevraagd waarna Allah subhanahu wa ta'ala dat hoofdstuk dan openbaarde. En als we het hebben over kul a'udu bi rabbil falaq en kul a'udu bi rabbin nas, deze zijn geopenbaard met een aanleiding. Namelijk het volgende. Er wordt verhaald dat de profeet alayhi salatu wassalam een Joodse werkjongen had. En wat was het? De Joden toen der tijd, die haalden deze jongen over
dat hij de kam van de profeet sallallahu alayhi wa sallam moest stelen om vervolgens aan hun te geven, zodat zij daarmee het sihr bij de profeet alayhi salatu wa sallam konden doen. Oftewel dat ze tovernarij bij hem konden doen. En zo gebeurde het. Hij nam de kam van de profeet alayhi salatu wa sallam mee, waarna zij uiteindelijk sihr bij de profeet alayhi salatu wa sallam deden. En de profeet alayhi salatu wa sallam merkte hiervan de, als het ware, de effecten. Totdat hij op een dag lag te slapen en hij twee engelen zag. De ene bij zijn hoofd en de andere bij zijn voeteinde. En zij onderling, dus deze engelen, in gesprek waren met elkaar. En waarop ze zeiden, wat is er met deze man? Waarop de andere antwoordde, hij is betoverd. Wie heeft hem betoverd? En de naam werd genoemd. En vervolgens werd er gevraagd, waar ligt deze sihr dan? En de ene engel vertelde aan de andere waar deze sihr lag, namelijk in een put. En de profeet alayhi salatu wassalam, toen hij wakker werd, stuurde een aantal van de sahaba, waaronder Ali en Zubair, stuurde hij erop uit om deze sihr uit die put te halen. En inderdaad, zoals hij had gezien en te horen had gekregen in zijn droom, lag deze sihr daar. Toen deze bij hem werd gebracht, toen werden deze twee soor, Qul a'udu bi rabbil falaq en Qul a'udu bi rabbil nas, geopenbaard. Waarna met ieder vers een van de knopen van deze sihr werd ontbonden en uiteindelijk heel deze sihr als het ware teniet werd gedaan en de profeet alayhi salatu wassalam daar geen last meer van had. Dus dit is, als het gaat om deze soor, dit is de aanleiding dat deze twee soor zijn geopenbaard. Laten we, zoals ik net zei, beginnen met Qul a'udu bi rabbil falaq. Eerste woord, Qul, zeg. Allah draagt de profeet alayhi salatu wassalam op om te zeggen. Dus zeg. En zoals de geleerden aangeven, zeiden het woordje zeg in de Koran is een duidelijke indicatie en een bewijs dat de profeet sallallahu alayhi wasallam een boodschapper is. Waarom? Zeiden omdat hij wordt opgedragen. En zoals je weet, als iemand tegen jou zegt zeg of doe, of hij geeft je een opdracht, dat betekent dat jij dus een meester hebt die jou opdrachten geeft. Zo ook hier, het feit dat Allah zegt qul, dat duidt erop, dit zijn niet zijn eigen woorden, maar hij wordt opgedragen en is een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala, die hem de opdracht geeft om deze woorden uit te spreken. Dus qul heeft als bewijs dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een dienaar is en boodschapper. A'udhu. A'udhu duidt op het werkwoord of de aanbidding al-isti'ada, namelijk toevlucht zoeken. A'udhu betekent dat jij bescherming en toevlucht zoekt. Dus je zegt a'udhu. En al-isti'ada is een grootse daad van aanbidding waarbij de dienaar toevlucht en bescherming zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar op het moment dat jij zegt a'udhu billah of a'udhu bi rabbil falaq, dan moet het niet zo zijn dat het slechts woorden zijn. Er moet namelijk een overtuiging mee gepaard gaan. Er moet namelijk ook iets in jouw hart zitten op het moment dat je zegt a'udhu billah, ik zoek bescherming bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moet jij in je hart hebben dat hij subhanahu wa ta'ala tot alles in staat is. Dat hij de almachtige is. Zoals jij op het moment dat jij bescherming zou zoeken. Bijvoorbeeld, je hebt nu te maken met iemand die naar je toe komt en die wil jou iets aandoen. En vervolgens heb jij hier 30 mensen, sterke mannen. En er komt één persoon op jou af om jou wat aan te doen. En je zou bescherming bij hun zoeken, dan zou jij je veilig voelen. Dan zou jij je veilig wanen van, ik heb een hele groep mensen, wat kan die ene nou doen? Op het moment dat iemand zegt, a'udhu billahi, dan moet hij in zijn hart hebben, ik zoek nu toevlucht en bescherming bij de Almachtige, de meest krachtige, degene die alles in staat, tot alles in staat is. Bi Rabbi, bij de Heer. En in Qul a'udhu bi Rabbi nas, Qul a'udhu bi Rabbi nas. In dit geval, Qul a'udhu bi Rabbi al-Falaq, bij de Heer van. En op het moment dat je dat zegt en je weet dat je jouw Heer vraagt, dan moet jij weten dat het vragen middels, je vraagt dus bescherming middels deze naam, namelijk Rab, dat aanleiding is voor het neerdalen van Rahamat, zoals de geleerden zeggen. En ze zeggen dat jij door moet hebben dat jouw Heer, die jou beschermt
die jou groot heeft gebracht, die jou letterlijk alles heeft gegeven, dat jij nu bescherming bij hem zoekt. Maar nog meer, en deze, luister naar deze prachtige feit dat deze erbij geeft, dat jij je ook realiseert dat degene die jou kwaad wil doen, of het kwaad, de ziekte die jij wellicht hebt, of welke vorm van kwaad, waar jij ook mee te maken hebt, dat Allah ook de Heer is daarvan. Dus al is het een mens, al is het een ziekte, wat het dan ook is, Allah is de Heer van alles. En die is overal toe in staat. Dus dat je doorhebt, ik vraag, zoek toevlucht bij mijn Heer, maar ook de Heer van datgene waar ik last van ondervind. Al-Falaq. Al-Falaq, Rabb al-Falaq, het wordt uitgelegd met de dageraad, dus dat de zon opkomt. Maar ik zou toch willen stilstaan bij het woordje al-Falaq. Wat voor taalkundige betekenis ten eerste heeft het? Dus je zegt, قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad, oftewel bij Allah. En al-Falaq, zeiden we net, is dus de ochtend, de dageraad. Al-Falqu, waar dat woordje al-Falaq vandaan komt, betekent eigenlijk in het Arabisch al-Shaq, namelijk iets openspleiten. En zeiden waarom? En ik hoop dat jullie mee kunnen visualiseren, wat zeggen ze? Omdat op het moment dat dat dag aanbreekt en de zon opkomt, dan zal die middels zijn licht de nacht openspleiten. En uiteindelijk alle donkerte doen verdwijnen. Dus je ziet het al voor je. De zon, een dag die aanbreekt en de zon die opkomt. En die splijt heel de nacht en donkerte op, totdat het uiteindelijk geheel licht is. Waarom heb ik deze introductie gemaakt? Want iemand die naar de Koran kijkt en ziet, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad. Die kan de vraag stellen, waarom zegt Allah رَبِّ الْفَلَقِ? Waarom zegt hij de Heer van de dageraad? En waarom zegt hij niet رَبِّ السَّمَاءِ of رَبِّ الْأَرْضِ? Want hij is toch de Heer van alles, toch? Hij is de Heer van alles. Waarom zegt Allah رَبِّ الْفَلَقِ? Waarom moet je toevruchten zoeken bij Allah, de Heer van de dageraad, en niet de Heer van de hemelen of de Heer van alles? Wat zeiden ze hier heel mooi mee? Zeiden op het moment dat jij doorhebt, en luister goed naar deze faida, een prachtige leerstelling. Zeiden op het moment dat jij doorhebt, dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die in staat is om de donkerte van de nacht, die alles omvat, te doen weggaan en daarvoor het licht in de plaats te brengen. Is hij dan niet in staat om de donkerte die jou treft, in de vorm van ziekte, in de vorm van beproevingen, in de vorm van wat dan ook, om dat te verwijderen? Is Allah subhanahu wa ta'ala niet in staat om dat weg te halen? En dit is iets, op het moment dat iemand deze verse gaat overpeinzen, en hij gaat gebukt onder een beproeving, onder een ziekte, onder wat dan ook, of het nou lijn of sihr of hoofdpijn of iets anders, of een migraineaanval is, en hij heeft door. Ik ervaar nu die donkerte van deze ziekte, van deze beproeving, dan denk je eraan Allah subhanahu wa ta'ala, die middels het licht alle donkerte heeft weggenomen, die is in staat om deze beproeving bij mij weg te nemen. En dat dient een persoon positiviteit in te boezemen. En dus dat hij een positieve instelling heeft. Allah subhanahu wa ta'ala is overal toe in staat en zal ook mijn beproeving wegnemen en zal mijn hart en mijn pad doen verlichten. Het vers daarna. Min sharri ma khalaq. Tegen het kwaad wat hij heeft geschapen. Dus tegen het kwaad wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschapen. Dus we hebben net gezegd, ik zoek mijn bescherming bij Allah. Bij de Rabb al-Falaq. Tegen wat? Dus waar zoek ik bescherming tegen? En zegt dus, min sharri ma khalaq. En daarmee worden alle slechtheden omvat. Want min sharri ma khalaq, al datgene wat er is waar je bang voor zou kunnen zijn, valt hieronder. Alle vormen van slechtheid vallen hieronder. Dus dit vers is alomvattend. En wat zien we hierna? Dus we beginnen bij bescherming zoeken tegen al het slechte. Daarna gaat Allah subhanahu wa ta'ala verder door een aantal specifieke kwade en slechtheden op te sommen. En ik ga zo meteen ook uitleggen waarom Allah subhanahu wa ta'ala dan, of wat de geleerden daarover zeggen, wat is de reden dat hij specifiek die aantal dan uitzondert. Maar dit vers is dus algemeen en je zoekt hiermee zelfs
toevlucht tegen jezelf, bescherming tegen jezelf. Want in ieder van ons, zoals in de Al-Kar al-Sabah al-Noom, wa a'udu bika min sharri nafsi, en ik zoek toevlucht bij u, o Allah, tegen het slechte in mijzelf. En ieder van ons heeft een slechte aandeel in zichzelf, en zelfs daartegen zoek jij middels dit vers, zoek jij toevlucht. De volgende zaak die Allah noemt, van de drie, die specifiek als gevaren worden genoemd en als kwaad, is wa min sharri ghasiqin idha waqab. En tegen het kwaad van de duisternis, van de nacht, wanneer deze aanbreekt. Al-ghasaq ten eerste, dus wa min sharri, en tegen het slechte, ghasiqin. Al-ghasaq is donkerte. En zoals Ibn Abbas aangeeft, al-ghasiq, dat is de nacht wanneer deze donker wordt. Wanneer deze heel donker wordt, dat is al-ghasiq. Idha waqab. Waqab betekent dat die nadert, idha aqbal, als deze nadert. Dus jij zoekt toevlucht bij Allah tegen de nacht, wanneer deze binnenkomt, wanneer die donker wordt, wanneer de donkerte alles omvat. Waarom? Waarom zou je toevlucht moeten zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen de nacht? Ik denk dat een ieder van ons hem al kan beantwoorden. Want een ieder van ons heeft een soort natuurlijke aanleg dat als wij nu midden in de nacht ergens worden geplaatst, dat we een vorm van angst hebben. Wetende dat slechtheid op dat moment verspreid is. Als ik jou nu midden in een steeg overdag zet, ergens in een stad die jij niet kent, dan zul jij overdag niet heel bang zijn en zul jij zoeken naar de weg en vervolgens je pad vervolgen. Op het moment dat ik jou daar midden in de nacht neerzet, dan zul jij een vorm van angst ervaren. Wetende dat op dat moment de slechtheid in de mensen en de schepping op zich naar boven komt. En dat zien we ook terug in het feit dat de nacht het podium is voor inbrekers. Als we het hebben over ongepaste films op tv, als we het hebben over bar en discotheek. Je kunt het maar opnoemen aan vormen van slechtheid. En je ziet wanneer zijn deze op hun piek, wanneer komen deze tot leven, dan zien we dat dat de nacht is. En ook onder roofdieren zien we juist dat de nacht het meest gevaarlijke is. Dus wat zien we? Dat Allah subhanahu wa ta'ala ons vertelt om toevlucht te zoeken tegen de nacht vanwege al de slechtheid wat in daarin verspreid is. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Allah noemt een tweede specifieke slechtheid waartegen jij bescherming moet zoeken. Namelijk een nefathat. Dat zijn de... Neftho is het spuwen. Met of zonder vocht. Bestaat meest verschil tussen de geleerden. Dus jij zoekt toevlucht tegen die vrouwen. Die een nefathat fil uqad. Die in knopen van een sihr. Die daarin lopen te spuwen. Oftewel die sihr doen. Middels dit vers zoek jij dus bescherming tegen sihr. Iemand zou kunnen zeggen... Maar waarom wordt hier specifiek gezegd nefathat? Dus waarom wordt er gesproken over de vrouwen die deze sihr doen? Maar ik wil ook bescherming hebben tegen mannen die sihr doen. Dat valt daaronder. Maar wat zeggen de geleerden? Omdat sihr vaker voorkomt onder vrouwen. En dat is een zaak tot de dag van vandaag die te zien is. Omdat dat het geval is, is die op die manier heeft de bescherming is gezocht tegen deze vrouwen. Terwijl de mannen die sihr dus doen... ook daaronder vallen. Daar zoek jij dus ook bescherming tegen. Al-uqad zijn dus knopen. En dat kan middels draden of haar. En dat is dan aan elkaar vastgeknopen. Waarop volgens wordt gespuwd om sihr bij iemand te doen. Als we het hebben over de gevaren van sihr, dan is het niet eens nodig dat ik ga vertellen over de gevaren daarvan. Iemand die maar een beetje heeft gezien wat het met iemand kan doen. Wat het met gezinnen kan doen die het uit elkaar rukt. Wat het doet met betrekking tot mensen die heel intelligent waren of heel knap waren. En vervolgens middels die sihr verworden tot de meest krankzinnige mensen. Of verworden tot de mensen die letterlijk er niet meer uitzien. Dus deze sihr die letterlijk gezinnen kapot kan maken. Daar zoek jij middels dit vers, zoek jij daar toevlucht tegen. En het laatste is, wa min sharri hasidin idha hasad. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ. Allah zegt dat jij middels dit vers toevlucht zoekt tegen die persoon die, dus tegen de afgunstige, tegen de jaloerse persoon, wanneer deze jaloers is. Middels dit vers zoek jij dus bescherming bij Allah tegen de jaloerse persoon en daar valt ook een lijn onder, dus het boze oog.
Want het boze oog, waar komt dat vandaan? Dat komt vanuit een verdorven ziel wat jaloezie kent en vervolgens middels zijn oog iemand daarmee treft. Dus je zoekt middels dit vers daartegen bescherming. Maar deze bewoording, sta met mij alsjeblieft stil bij deze bewoording. Wa min sharri hasidin, dus tegen het kwaad van de jaloerse persoon, tegen de afgunstige persoon. Maar Allah stopt niet daar. Denk met me mee. Allah zegt niet, wa min sharri hasidin, en dus tegen het kwaad van de jaloerse persoon. Want dat zou je normaal gesproken zeggen, dat is toch voldoende? Ik zoek toevlucht, bescherming tegen de jaloerse persoon. Nee, Allah zegt, idha hasad, wanneer hij afgunstig is, wanneer hij jaloers is. Dus ik zoek mijn bescherming tegen de jaloerse persoon wanneer hij jaloers is. Een zinsopbouw waarvan je in eerste aanleg zou denken, waarom wordt dat dan herhaald? En ik zal jullie vertellen wat de geleerden hierover hebben gezegd. Ze zeiden, zoals bijvoorbeeld Sheikh al-Islam aangeeft, hij zegt, ma khala jasadun min hasad. Hij zegt, geen enkele persoon is gevrijwaard van hasad. Maar iemand die edel van ziel is, al-Karim, yughfi, die, wat doet die? Die houdt het bij zich. Die voelt het opkomen en vervolgens onderdrukt hij dat. Maar degene die laag van ambitie is, laag van karakter, die gaat er vervolgens mee aan de slag. Die wordt jaloers omdat hij ziet dat iemand iets heeft wat hij graag wilt. En vervolgens laat hij zich daardoor meeleiden. En dus dit vers, dat zoekt dus niet specifiek bescherming tegen die afgunstige, want dat zou dan iedereen omvatten. Want een ieder van ons is vroeg of laat, vaak of niet zo vaak, een keer wel eens jaloers. Maar dat is niet het gevaar. Zit niet in die persoon die kijkt en denkt, oh, had ik dat maar. En vervolgens dat voor zichzelf onderdrukt en dat weet weg te doen. Er niet naar handelt, niet gaat roddelen, niet gaat slaan, niet komt met allerlei middelen. Nee, jij zoekt bescherming tegen diegene, idha hasad. Dus, al-hasid, idha hasad. Degene dat als die jaloers is, wat doet hij? Die hasad neemt hem over. Die shaitan neemt hem over en vervolgens gaat hij ernaar handelen. En begint te roddelen, begint te slaan, begint ervoor te zorgen dat bij die persoon wordt weggenomen. Dus wat die ook maar kan om vervolgens datgene weg te nemen. Want wat is al-hasad? Al-hasad, wat zeggen ze? Tamanni zawal al-ni'ma aan al-ghayr. Dat jij hoopt dat die ni'ma wordt weggenomen bij iemand anders. En ik ga jullie iets vertellen. Waarom is al-hasad zo'n verdorven eigenschap? Want hij is daadwerkelijk verdorven. Los van het kwaad wat jij een ander aandoet, ben jij in de eerste plek niet tevreden met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij ziet dat iemand die jij kent iets heeft gekregen van Allah. Of dat nou middels bezit is, middels schoonheid is, middels allerlei dingen. En je ziet dat en vervolgens word je daar jaloers op. De vraag, wie heeft deze verdeling gemaakt? Wie heeft deze persoon knap gemaakt en jou lelijk? Wie heeft deze persoon rijk gemaakt en jou arm gemaakt? Wie heeft ervoor gezorgd dat deze verdeling is? Is dat niet Allah subhanahu wa ta'ala? Op het moment dat jij jaloers bent, op het moment dat jij wil dat die gunst wordt weggehaald, ben jij dan niet in de eerste plek ontevreden jegens Allah subhanahu wa ta'ala en zijn bepaling en zijn voorbeschikking? Verder met betrekking tot al-hasad is een zaak die zoals de geleerden zeggen, een manier om al-hasad te onderdrukken, is dat wanneer jij dat voelt opkomen, en het is een prachtig advies, en ik adviseer iedereen om deze toe te passen, of je nou vaak of niet heel vaak hiermee te maken hebt, wat zeggen ze? Ze zeggen op het moment dat jij die al-hasad voelt opkomen, dus jij ziet, iemand heeft iets gekregen en ik niet, en je voelt het van binnen. Wat dat dan ook is. En iedereen heeft zijn zwakte waarbij hij jaloers kan worden. Dat op dat moment, in de plaats van dat jij luistert naar de shaitan, dat jij het tegenovergestelde doet. Wat bedoel ik daarmee? Dat op het moment dat jij die hasad opvoelt komen, dat jij het dua gaat doen voor die persoon, dat Allah het voor hem vermeerdert. Dus jij voelt die jaloezie opkomen jegens iemand omdat hij die baan wel heeft gekregen terwijl jij hem niet hebt gekregen. Dat je Allah vraagt op dat moment dat jij die hasad voelt, dat je Allah vraagt om hem te vermeerderen. Op het moment dat je ziet iemand is geselecteerd als voetballer en jij niet, dat je Allah vraagt om hem te vermeerderen. Dat de shaitan juist ziet van, wacht even, ik ben vanuit deze deur gekomen om hem juist
met jaloezie op te vullen en dat jij het tegenovergestelde doet. Een andere zaak als het gaat om jaloezie. Is wat de geleerden zeggen, is zeggen, het gevaar van jaloezie is dat we dit juist terugzien. Kijk, jaloezie is een gevoel wat niet ontstaat. Over het algemeen is een persoon niet jaloers tegen mensen die ver van hem afstaan. Of die veel meer dan hemzelf hebben. Of niet in zijn nabije omgeving. Nee, jaloezie komt juist midden in een groep van vrienden, van familie en gaat daar juist zitten. Kijk maar naar jezelf. Is er iemand van jullie die, als het gaat bijvoorbeeld om geld, ooit jaloers is geweest op de koning van welk land dan ook, dat hij meer heeft dan jij? Nee. Je ziet dat voorbij komen en je hebt verder geen jaloezie. Terwijl op het moment dat iemand die heel goed met jou bevriend is en hij heeft het heel erg getroffen, dan kan jaloezie je wel treffen. Op het moment dat jij Miss Universe ziet aan schoonheid, dan is het niet heel snel zo dat jij als vrouw daar jaloers op wordt. Terwijl die ene vriendin met wie je bent opgegroeid, dat wel een vorm van jaloezie. Dus wat zeggen ze? Omdat juist deze jaloezie is zo verdorven, omdat die juist gaat zitten in die groepen die met elkaar te maken hebben. Mensen die juist heel dicht bij elkaar zitten, daar gaat die jaloezie dan zitten. Tevens als laatste, wat er wordt gezegd met betrekking tot jaloezie, of twee zaken. De profeet alayhi salatu wasalam bijvoorbeeld, die vertelt ons hoe gevaarlijk jaloezie is. Waarom? Hij zegt, deze eet, ya'kul hasanat, dus die eet de hasanat, kama ta'kulu naru al-hatab, zoals vuur hout opeten. En kijk eens een keer naar een houtblok die loopt te verbranden, dan moet je doorhebben, jouw hasanat worden op diezelfde manier verbrand, op het moment dat jij inlaat met jaloezie, je eraan overgeeft. En jaloezie is, zoals de dichter aangeeft, is een van de meest rechtvaardige emoties. Een van de meest rechtvaardige zonden. Wat bedoel ik met een zonde die rechtvaardig is, of een emotie die rechtvaardig is? Deze is rechtvaardig. Waarom? Zei de Lillahi darru al-hasadi ma a'dala, fabada'a bi sahibihi faqatalah. Hij zeide van, wat is al-hasad toch rechtvaardig? Wat is al-hasad, dus jaloezie, toch rechtvaardig? Waarom? Hij begint bij degene die al-hasad heeft en die zal hij als eerste doden. Waarom? Op het moment dat jij jaloers bent, jij zult er niks mee verkrijgen. Die persoon waarop jij jaloers bent, die leeft over het algemeen zijn leven gewoon verder en die heeft niet eens door dat jij jaloers bent. Terwijl jij loopt te branden van binnen, vanwege die emotie. Dit in het kort met betrekking tot Surat al-Falaq. Ik heb net gezegd, Allah subhanahu wa ta'ala, die vertelt dus min sharri ma khalaq, dus tegen het slechte wat hij heeft geschapen. En daarna drie specifieke, dus we hebben gezegd, tegenover dus je zoekt bescherming tegen de nacht, tegen sihr en tegen al-hasad. En zeiden, waarom zijn deze drie zaken samen zo gevaarlijk? Of welke kenmerk hebben ze dat hem zo gevaarlijk maakt? Zeiden omdat het allemaal verborgen zaken zijn. In de nacht mogen duidelijk zijn dat dingen minder helder zijn. Je kunt als het ware gestoken worden zonder dat je het doorhebt. En op het moment dat jij door sihr wordt getroffen, dan kun jij bij een arts komen die zegt, jou, er is niks mis met jou. Al je bloedwaarden zijn goed, je pols is goed, er is niks mis met jou. Terwijl jij van binnen aan het sterven bent en pijn hebt. En het geldt ook voor al-hasad en al-ayn. Op het moment dat je daardoor wordt getroffen, is dat een zaak die niet zichtbaar is, maar toch zijn slechtheid jou bereikt. Dus ze zeiden, waarom zijn deze drie zaken, nadat Allah eerst bescherming laat zoeken bij het algemene van het slechtheid, deze drie zaken omdat zij verborgen zijn in hun slechtheid. Ik ga, omdat ik merk dat de tijd enigszins begint te dringen, ga ik nog ongeveer 7 minuutjes, inshallah ta'ala, wijden aan قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Voordat ik daarmee begin, een aantal verschillen tussen deze twee soorten. Tussen قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ en قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Ten eerste, wat zeggen de geleerden? Ze zeggen قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, dat zijn de gevaren die van buiten een persoon treffen. Dus de zaken die hem van buitenaf treffen. En als het gaat om قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, dan is dat tegen het gevaar van binnen. Namelijk الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ, de shaitan die binnenin fluistert. Dus een gevaar wat van binnen uitkomt. En het mogen duidelijk zijn dat gevaren van buiten minder gevaarlijk zijn dan het gevaar wat binnenin jou zit. En daarom zien we dan ook dat in
Kul a'udhu bi rabbil falaq, hebben we net vier zaken opgenoemd waartegen je bescherming zoekt. Min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Dus meerdere zaken zoek je wordt er bescherming gezocht. Terwijl we zien in kul a'udhu bi rabbin nas, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, en dan komt er maar één zaak waartegen jij bescherming zoekt. Min sharri lwaswasil khannas, tegen de shaitan, lwaswas, degene die waswas verricht. Zeggen, wat duidt dit? Op wat duidt dit? In de ene zoek je, kul a'udhu bi rabbil falaq, je zoekt één keer bescherming, en dan worden er allemaal zaken genoemd die als kwaad, als gevaar dienen. Terwijl bij kul a'udhu bi rabbin nas, vraag jij, kul a'udhu bi rabbin nas, één keer bescherming. Malikin nas, twee keer bescherming. Ilahin nas, drie keer bescherming. En het gevaar is maar één. Dit duidt erop hoe groot het gevaar is van Luswes, van de shaitan. Dat dat een veel groter gevaar is dan al die andere zaken die jou van buiten kunnen treffen. Kul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Nu de vraag, wederom iemand zoekt bescherming. En hij zoekt bescherming bij wie? Bij de heer van de mensen. En de koning van de mensen. En de aanbedene, dus de God, aanbedene van de mensen. Maar je zou kunnen zeggen, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Constant nas, nas, nas. Dus Allah subhanahu wa ta'ala schrijft deze namen en eigenschappen van hem toe aan de mens. Waarom wordt er niet gezegd, gewoon, kul a'udhu bi rabbi al-khalq? Waarom specifiek een nas? En wat een van de tafsirgeleerden heel mooi zei, hij is, waarom? Wie is degene die in deze sora bescherming zoekt? Is dat niet de mens? Wie is degene die in deze sora het kwaad ondervindt van die waswas al-khannas? Is dat niet de mens? Dan past het ook binnen deze context dat bij zijn Rab, Rabben Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, bescherming wordt gezocht. Aangezien hij de mens beheerst, bepaalt, is het in deze context ook gepast dat deze worden gekoppeld aan de mens. Min sharri lwaswasil khannas. Tegen het kwaad van de inverluisteraar die zich terugtrekt. En wie is lwaswasil khannas? Zoals Ibn Abbas heel mooi te kennen geeft. Hij zegt, al-shaytan die jathimun ala qalb ibn Adam. Hij zegt, die zit letterlijk op het hart van de mens. En op het moment dat de mens vergeet en onachtzaam is, dus wij vergeten zikr, vergeten onze lodo, vergeten ons gebed, dan zal de shaytan beginnen te fluisteren. En begint al zijn kwaad erin te fluisteren. Maar op het moment dat wij Allah gedenken, op het moment dat wij Allah gedenken middels de Koran, middels lofuitingen, dan zal de shaitan, daar komt die andere eigenschap, zich terugtrekken. Zal hij zich verstoppen. Zoals in hadith naar voren is gekomen, dat wanneer de shaitan de adhan hoort, dat hij letterlijk als een angsthaas wegvlucht. Dus de shaitan op het moment dat hij dit hoort, dus een vorm van zikr, dan trekt hij zich terug. Het gevaar van de shaitan, want we hebben net gezegd van het gevaar hiervan is veel groter dan alle andere gevaren. Waarom? De shaitan draag jij constant met je mee. Zoals de profeet alayhi salatu wassalam, dat de shaitan, yajri bi ibn Adam, of min ibn Adam, majra dam. Hij zegt, de shaitan loopt letterlijk door je ader heen. En zoals in de hadith de profeet alayhi salatu wassalam zei, een ieder van jullie die heeft als het ware een shaitan die constant met zich meedraagt. En die kan hem opdragen tot het slechte. Maar op het moment dat jij wil dat hij jou het slechte niet influistert, dat hij zich terugtrekt, dan ben jij op dat moment enige manier om jezelf te beschermen, is door Allah te gedenken. Dus min sharri lwaswasi, degene die lwaswas, al-khannas, degene die zich terugtrekt op het moment dat jij Allah gedenkt. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. We zijn bijna aan het einde aangekomen van heel de lezing. Alladhi yuwaswisu, degene die influistert. En luister naar deze prachtige leerstelling die de geleerden geven. Zeggen yuwaswisu, dat het werkwoord
is in de vorm van tegenwoordige tijd. Degene die influistert. Dus het is geen verleden tijd. Degene die heeft ingefluisterd of iets anders. Nee, degene die influistert. Yuwaswisu. En in het Arabisch, op het moment dat een tegenwoordige tijd wordt gebruikt, dan duidt dat dat een zaak zich constant vernieuwt en constant gebeurt. Ik herhaal hem. Dus op het moment dat je een tegenwoordige tijd gebruikt in zo'n zin, dus yuwaswisu, duidt het erop dat het zich constant vernieuwt. En wat leert het ons in dit vers specifiek? Allah zegt, alladhi yuwaswisu, degene die influistert en daarmee door zal blijven gaan, totdat je uiteindelijk in je graf komt te liggen. Totdat je uiteindelijk komt te sterven, zul je altijd te maken hebben met die influisteringen van de shaitan. En jij kunt je, zoals we net zeiden, alleen maar daartegen beschermen door Allah te gedenken. En een verhaal wat hierbij wel gepast is, is het verhaal van Imam Ahmed rahmatullahi alayh. Jabal Sunnah, gewoon een van de grootste geleerden die deze umma heeft gekend. En die lag op zijn sterfbed. En die zei, la ba'd, la ba'd, nog niet, nog niet. En toen hij vervolgens, als het ware, bij bewustzijn kwam, zei ze tegen hem, je zei dat, waarom zei je dat? Hij zei, want ik zag de shaitaan en die zei tegen mij, je bent mij ontvlucht. Je bent mij ontvlucht. Als het ware van, je gaat naar het paradijs, ik heb je altijd proberen te misleiden, het is niet gelukt. En dat hij zei, la ba'd, la ba'd, nee, nog niet, nog niet. Ik ben nog niet komen te sterven, dus ik ben nog niet gevrijwaard voor jou. En dit dien jij te onthouden. Dat jij constant heel je leven die strijd zult moeten blijven voeren. Tegen die stemmetjes in je achterhoofd. Die shaitan die jou zal proberen te leiden naar het slechte. Waartegen jij weerstand moet geven. Alladhi yuwaswisu. Dus degene die influistert. Waar fluistert hij in? In je oor? In je ogen? Fi sudurin nas. In de borsten van de mensen. Dus oftewel in jouw hart. En daarom zeggen de geleerden. Dat is het gevaar daarvan. En luister goed naar dit. Dit is exact het gevaar daarvan. Want op het moment dat ik jou probeer iets te laten zien wat jij niet wilt, doe jij je ogen dicht. En op het moment dat ik jou iets wil laten horen wat jij niet wilt horen, dan doe jij je oren dicht. Op het moment dat iets naar binnen gaat in jouw hart, dan kun jij dat niet tegenhouden. Alleen middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Min al jinnati wa nas. Het laatste vers. Zoals Ibn Zayd, een van zelf aangaf, hij zei, zoals altijd werd gezegd, het gevaar van de mens, dus min al jinnati wa nas, onder de jin en de mens die influisteren, hij zei de shayatin van de mensen zijn gevaarlijker dan de shayatin van de jin. De influistering, want vaak hebben wij het gevoel, ook met heel deze sora, hebben wij het gevoel van, we moeten bescherming zoeken tegen die shaitan, tegen iblis, tegen die influistering die we niet zien, terwijl er genoeg shayatin onder de mensen zijn. Bewust of onbewust, die uitnodigen naar het slechte, die influisteren met het slechte. En die wellicht bij jou een betere ingang hebben dan die shaitan. Waarbij je bij de shaitan denkt van daar luister ik niet naar, komt deze persoon wellicht met een glimlach. Met een advies via de voordeur binnen. En vervolgens weet hij jou te brengen tot een bepaalde zaak. Het kunnen vrienden zijn op school die tegen jou zeggen, wat maakt het nou uit een shisha lounge, je bent nu nog jong, kom. En vervolgens laat je je overtuigen, puur vanuit het feit dat je die persoon vertrouwt. En dat geldt voor allerlei andere zonden. Dat er shayatin zijn onder de mensen die jou kunnen uitnodigen. Wat ik zei, dat kan heel onbewust zijn. Maar die uitnodigt naar het slechte, jou daartoe brengt. En omdat jou, als het ware, heel jouw verdediging omlaag is, omdat je het gevoel hebt, dat is toch mijn beste vriend. Die heeft het beste met mij voor. Op het moment dat hij mij vertelt over dat ik een huis kan kopen en dat dat wel kan en er bestaat meningsverschil over. En vervolgens, en wat je het weet, heeft jou meegeleid in die ene zonde. In die ene zaak die uiteindelijk de shaitan jou nooit toe heeft kunnen krijgen. Het laatste. Een aantal sunnen met betrekking tot. Dus wat is de sunnen met betrekking tot deze twee soor? Dus wanneer moet je ze reciteren om daar de volle bescherming uit te kunnen halen? Dit is het laatste. Is de profeet alayhi salatu wasalam heeft ons bijvoorbeeld opgedragen om surat al-ikhlas, al-falaq en al-nas, ieder van ons kent die, om die na ieder gebed te reciteren. Zoals jullie weten, de meeste van ons, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dat doen we. En dan ayat al-kursi. Maar dat het ook voorgeschreven is om na ieder gebed, kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq en kul a'udhu bi rabbil nas, te reciteren. En dat het specifiek na al-fajr en na al-maghrib drie keer voorgeschreven is. Dus na alle andere gebeden één keer. Dus één keertje die, één keertje die, één keertje die. En bij al-fajr en al-maghrib, dat een persoon die drie keer doet. Een andere zaak waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam op heeft gewezen, is dat een persoon in de ochtend en in de avond drie keer
deze soor moet lezen. Dus drie keer soort al-Ikhlas, soort al-Falaq en soort al-Nas. De hadith heb ik eerder aangehaald. Takfika min kulli shay, het zal je tegen alles beschermen. En als laatste was de profeet alayhi salat wa salam gewoon als hij naar bed ging. Om dan vervolgens zijn handen te verzamelen. Vervolgens kul huwallahu ahad te registreren. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. En vervolgens alles waarbij hij met zijn handen kon komen. Om dat vervolgens als het ware daarmee te raken. En dat drie keer te doen. Dus kul a'udhu bi rabbil, kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Zo in je hand spuwen met lichte vocht. En dan vervolgens je zelf daarmee wrijven. En dat dus drie keer. En dit inshallah ta'ala, het advies om deze zaken, we hebben het net gehoord. Dus na ieder gebed, kul Allahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, te reciteren na al-fajr en na al-maghrib drie keer. Om ze in de ochtend en in de avond ook drie keer te reciteren. En als je naar bed gaat, om dat vervolgens te verrichten. Neem deze zaken in praktijk, zodat die volledige bescherming jou toe kan komen. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.